kijkers. Dit is Filip Polanski. Dit is Filip Polanski. Nou, we gaan Loco Roco overheen spelen. Ik denk niet dat je dat kent. Het is een erg oud spel. Op de PlayStation Plus. En we gaan ook Elevator Action spelen. Ik denk dat je dat zelf minder kent. Want dat is een heel oud spel. Er wordt niet vaak gespeeld meer. Maar het is wel erg leuk. Net zoiets als Fortnite, maar dan niet online. En niet 3D. En in maar een paar gebouwen. En ja, daar kan je ook niet echt naar buiten. En Loco Roco ben je gewoon een geel balletje die over een wereld heen springt. En die wordt dikker als het is, het is een beetje. Hij wordt dikker door bloemetjes, dat is het enige wat hij eet. Nou, ook vliegjes eet hij, maar daar wordt hij niet dikker van. Dat zijn gewoon een soort van punten. En die bloemen zijn ook niet een soort van punten. En daar zijn allemaal geheimen en zo. En dat is ook erg leuk. En ik vind het eigenlijk allebei best leuk. En Simon, niet te veel ideeën voor het luisteren. Waarom niet? Omdat het ook saai is. Mijn ideeën? Soms wel. Ik heb ook een keer verteld van dat ga ik niet vertellen. Zelf niet. Ik heb start moeten drukken. Oh. Hallo, Nicolai. Oké, ik moet in de rode deur, omdat dan met de rode deur krijg ik informatie over dit spel. Ja, ik weet het niet. Dan krijg ik een poppetje informatie. Mijn stem is een beetje raar. Nou, niet mijn stem is een beetje raar, maar ik moet hoesten. Oké, ik ga nu naar beneden. Oh nee. Dood. Je moet hier, het is net een beetje Fortnite, maar dan iets anders. Ja. Laat ik het zo zeggen. En het is Fortnite, maar dan een beetje. Het is niet 3D. En je mag maar in één gebouw. Gewoon in een bepaald gebouw en daarin moet je blijven. En dat is een beetje hoe dit werkt. Oh nee. Dood. Heel raar, zo dit. Oh nee.
wat zag ik dat gebied? En West-Duitsland. En nu gaan wij daar even over lopen. Christmas is fun, Santa is coming. Christmas is fun, Santa is coming. Wake up everyone, Santa is coming. Zijn we nu? Polen. En kijk maar, daar staat Naamloze Weg. Daar zijn we. Dat staat op de tom. Moet je laten kijken. Ja, 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 ja. Dat is Naamloze Weg. Nou, waar zijn we nu? In Polen. En in de straat Naamloze Weg. Zo heet hij niet echt. Ja, we zijn nu bij een benzinestation. Ja, het heet Naamloze Weg. Ja, dat heet het niet, maar het heeft de weg heeft geen naam. Misschien wel de zangeres onder naam hier ook wel.